Het was winter en de gevoelstemperatuur was zo'n -10 toen het pontje tegen een binnenvaartschip aanvoer. Twee fietsers raakten daarbij te water. Ik was op de pont en er kwam een grote boot aan, maar die zag de pontvaarder niet. We hoorden ineens een hele harde knal. Ik zag mensen het water in glijden. Direct daarop hoorde ik mijn buurvrouw helemaal in paniek schreeuwen en help roepen. En toen ramde die de pont en toen viel ik in het water. De bewoners hielden wethouder Dick Jensen verantwoordelijk voor het ongeluk. Want de gemeente had de pont openbaar aanbesteed, waardoor schipper A. de Geest zijn baan kwijtraakte en werd vervangen door goedkopere krachten. Met weinig tot geen ervaring. De gemeente Rijswijk en de nieuwe exploitant van het pontje hebben fouten gemaakt. Ondanks dat de bewoners hier al meerdere malen waarschuwden dat het onveilig zou zijn om goedkoper personeel op het pontje in te zetten, heeft de gemeente en de nieuwe exploitant te weinig gedaan aan die veiligheid. Dat blijkt uit het dikke rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja, er zijn een aantal dingen niet goed gegaan bij de aanbestedingsvoorwaarden. Er is wel aandacht besteed aan welke eisen de schipper moest voldoen. Hij moest een klein vaarbewijs hebben, maar als we de praktijk kijken, dan had hij dat niet. Was ook nog niet met die opleiding begonnen. En ook hadden de nieuwe schippers bijna geen ervaring met het varen van een pontje. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van de nieuwe schippers. Het zijn de gemeente en het bedrijf die aan de lat staan om aan veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Ook de bewoners in de buurt van het pontje hebben het rapport gelezen. Wat het meest opvalt in het rapport is dat er onzorgvuldig gehandeld is met betrekking tot uitbesteding van de veerpont. Om zeg maar de bezuinigingen, iets aan bezuinigingen te doen. Toch wel een foutje van de gemeente, vind ik. Goedkoop is duurkoop? Ernstig, ja. Helaas. Als dat zo is, dan is het natuurlijk onverantwoordelijk van de gemeente natuurlijk. Wethouder Dick Jensen krijgt er dus flink van langs in het rapport. Maar hij wil niet reageren voor onze camera. Ook kon een woordvoerder niet zeggen of Jensen van plan is op te stappen. Jensen zelf wil pas iets zeggen na een gesprek met de onderzoeksraad, maar dat is pas over 2 weken. We gingen daarom zelf in het gemeentehuis van Rijswijk naar hem op zoek. Dan kan we voor wethouder Jensen of wethouder Bolter. Maar helaas, de wethouder was er niet. En dus kregen we op het stadhuis van Rijswijk ook geen gehoor. Wethouder Dick Jensen wil dus niet reageren, maar binnenkort zal het rapport in de gemeenteraad besproken worden in het openbaar en zal hij toch verantwoording af moeten leggen. Wanneer Jensen zich voor de Rijswijkse Raad moet verantwoorden is niet duidelijk.